voelt het wel als een belangrijke verantwoordelijkheid om ook echt voor iedereen een plek te zijn. Ik begrijp van heel veel Bredanaars, als ze de toren zien van de grote kerk, dat ze dan weten, ik ben thuis. En ik moet zeggen, dat gevoel begrijp ik heel goed. Ik zit natuurlijk in het bestuur van Breda Foto. Dus ik ken Breda vanuit de fotografiekant. En ik kende ook de kerk via een tentoonstelling hier in de kerk. En toen was ik al direct verliefd geworden op deze ruimte, op dit monument. Wat ik fascinerend vind toen ik in de kerk kwam, is dat je op heel veel plekken heb je dit soort zwarte schilderingen. En dat zijn schaduwschilderingen. Vroeger heeft daar een altaar voor gestaan. En in die tijd maakten ze dus kennelijk dat soort schilderingen om ook diepte te geven. De grote kerk van Breda is natuurlijk geen kunsthal, het is geen evenementenhal. Het is een heel belangrijk rijksmonument, een belangrijke kerk voor de Bredanaars. En in dat kader gaan we dan ook een inhoudelijke programmering bedenken. De kerk is natuurlijk al de huiskamer voor de Bredanaars, maar kan het nog veel meer worden. Dus het idee is echt dat we actief gaan programmeren, dat we het profiel van de kerk heel helder en goed gaan neerzetten. En zodat mensen ook binnenlopen en ook denken, ja, alle verhalen omarmen en dat het ook echt nog meer ook de inhoud van hun wordt. En dit is ook echt natuurlijk het bekende stuk, de Prinsenkapel. Die heeft Hendrik III laten bouwen toen hij ook met zijn paleis, of met zijn kasteel, sorry, bezig was. Af en toe moet ik wel heel even denken. Er zijn natuurlijk heel veel grafmonumenten, daar is deze kerk ook heel belangrijk of bekend om. En af en toe ligt er zo'n anoniem graf en dan denk ik, oh ja, wie lag daar ook alweer? En dat is, ik ben me er helemaal in aan het verdiepen, dus ik vermoed dat over voor de zomer ik alle details ken.